Welkom bij weer een nieuwe vlog. Ten eerste willen jullie allemaal Happy New Year wensen. Christmas ready! Het is kerst en opzetten. Rocket heeft zijn Gucci pakje aan. Lilo! In een Valerie Ruffeltopje! Ah. Ik vond het mega bijzonder dat we met z'n allen samen zijn. Iedereen aan de kersttafel, iedereen nog is. Ja, dat was gewoon wel echt mijn grootste kerstcadeau. Dit is dus de nieuwste collectie en dan meteen een beetje een sneak peek van haar office. Oké, Sjoe heeft nu haar allereerste set aan, wat haar favorite is, de button set. Maar ik begrijp de commotie. Nee, ik niet. Het is niet normaal. Nee, het is wel normaal. Het is niet normaal. Het is wel normaal. Niet waar. Wel waar. Nee, maar ik begrijp de commotie. Nee, ik niet. Welkom bij weer een nieuwe vlog. Ten eerste willen jullie allemaal Happy New Year, mensen. We hopen dat jullie allemaal een mooi jaar achter de rug hebben gehad. En we willen jullie bedanken voor alle support en alle liefde die we van Reiners krijgen. Maar ook van de vlogs voor de afgelopen jaar. En ik hoop ook dat jullie allemaal heerlijke feestdagen hebben gehad. Ja, dus heel veel liefste nieuws van ons. En wat je allemaal in deze week vlog gaat zien. Dat zijn onze kerstdagen met de familie. En we hebben een leuk bedrijfsuitje met Reiners bij Zizo voor kerst. En ik neem jullie mee in de voorbereidingen van Oud en Nieuw. Nog niet het feest, maar wel alle voorbereidingen. En in de volgende week vlog zal je dan het feest zien. En we laten sneak peek zien van onze nieuwste collectie. Dus ben jij benieuwd? Blijf dan kijken. En abonneren. En een duimpje omhoog. Love. We hebben ons bedrijfsetentje en ik had onze auto uitgeleend aan mijn collega Olijn, want die moest de weg op. Dus wij gaan nu met de bakfiets naar Zizo en ik heb echt mega plateaus aan. Ik zie er super chic aan, dus het is echt hilarisch. Ik zie er super chic uit. Oh, daar ja. En daarin zit Zizo en daar gaan wij dus eten met ons bedrijf. Zizo zit daar binnen. Hoe leuk is de kerstboom? Woep woep. Oh. Oké, we zijn nu bij Zizo. We hebben ons kerstdiner hier. Hoe leuk. Wij hebben voor elk meisje hebben een klein glowpakket met een leuke Reiners kerstbal. En dan hebben wij voor de mannen, zijn er niet veel onder ons, een heerlijk pakket van de kaashoek. Hoe enig. Hoe was ons kerstuitje met ons Reiners team? Dat is onwijs gezellig. Ja, we hebben het onwijs leuk gehad. We hebben meisjes natuurlijk van Bataviastad, ons personeel en van kantoor, van magazijn. Echt iedereen was erbij. En we hebben dit gevierd bij Zizo, dat is een sushi restaurant in Zandvoort. Sushi? En nee, was heel leuk aangekleed. Ja, het was hartstikke leuk aangekleed. We hebben alleen niet zoveel content van het etentje zelf, omdat we te druk waren met te kletsen. Maar het was super gezellig om even een goede afsluiting te hebben voor het hele team met een leuk kerstdineetje. Ja. En dan met volle spirit naar 2023. Of yes. Het is al 2023, zo ja. Ja, zo deze vlog komt zondag uit. We nemen het nu op de vrijdag, maar zondag is het gewoon al het nieuwe jaar. Ja! Kom eens kijken! Mag mama kijken? Wauw, wat ben je mooi! Oh. Oh, ook net zoals mama de haar feunen. Mama vindt enig zo zijn. Beyoncé, jij die clip, irreplaceable. Oh. Christmas ready! Nou, de krullers zijn eruit. Mama, mama. Mooie haar. Mama. Mooi hè, Rook? Mama de haar, hè? Mooi hè? Vind je mooi? Goedemiddag, welkom bij McDonald's. Mag ik uw bestelling? Ja, heb je een kip 6 menu? Wij zijn onderweg. Ja, zoet zuur. Onze eerste kerstavond. Een hamburger. En we zijn bij de McDonald's. Een McCroket. Kindjes achterin. Een grote friet. Een frietje? Ja. Is dat een kwartje? Okay. En een kleine friet. Ja, we hebben lekker gegeten. Zie je er mooi uit, hè? En rondje draaien. Wauw, wat zie jij er mooi uit, zeg. Jeetje, Mina. En daar wordt prima wakker. Hallo. Mwah. Wij liggen lekker in bed. Ja, papa. Ja, papa is even de beer pakken van Lima. Hebben we lekker gegeten? Ja. Nou, we mogen leuke dingen doen. Ja, hè? Waar zijn we? Nee. In een hotel, hè? Wat gezellig. I love you. No. We zijn in een hotel. We slapen lekker. Nee. Gaan we niet slapen? Jezus. Kijk handjes. Jezus. Jij ook? Ja. Oh. Jezus. Soms weet ik gewoon niet wat ze bedoelt te zeggen. Nee. Oh. Je ziet al dat dit een stoute baby wordt. Ja. Papa. Is dat jouw zusje? Zo, wij zijn thuis na een heerlijke kerstdagje in het hotel met mijn schoolfamilie. En ik ga nu vanmorgen een pavlova taart maken. Nou, taart, schuim.
Alleen suiker opkloppen met eiwit, maar goed. Maar het is heel wat. Gaat lekker in de oven. En dan gaan we morgen samen met mijn familie kerst vieren. Oké, the next morning. Mijn merengue heeft in de oven gestaan. En nou, ik vind het voor een bak loven voor de eerste keer best oké gelukt. Daar staat hij. Ik ga nu nog slagroom maken en nog lekker fruit erop doen als ik daar ben. En voor alle vragen, voor mijn jurk van de Zara. Maar wel een speciale collectie met Irena Shayk. Hij is donkergrijs. Dat is aan de rug. Very sexy. Het enige nog wat lekker corrigeert. Ik heb een corrigeerd onderbroekje eronder. Zodat ik wat strakker ben. En het is wel een heel mooi kleurtje grijs. En als jullie denken, dat hoor ik nou voor haar geluid. Dat is de tv. En ik heb iets zo leuks. Nu heb jij deze aan. Kennen jullie hem nog? Ik heb het zelf niet meer, hoe stom. Nooit eens dingen weggooien, zoals Jules zou zeggen. En dan voor Lima, de Marie Ruffel. Lima is al wakker. Livia slaapt nu en dan gaan we spulletjes pakken. Ik ga Livia haar ook met leuke strikken van de Zara. Enig. Lima kan ook niet echt iets met haar doen. Het groeit wel, maar je kan er niet echt iets doen. Dus ik ga even aankleden, piper en dan richting mama. Hi. Zijn wij samen aan het wachten tot Livia wakker wordt? Ja. Zie er maar uit. Laat eens zien, Lima. Laat eens zien. Ik krijg tandjes, hè. Oh, ze maar hier even top aan. Lima. Mijn missie Lima. Geen Michelin poppetje, maar missie Lima ben jij, hè? Met al je kwabbetjes. Oké, het is kerst. En opzetten. Rocket heeft zijn Gucci pakje aan. Dat heb ik gekocht via Vinted. Het is toch amazing. Zo'n klein smokentje. En samen met papa heeft hij hetzelfde brilletje. Wat zijn jullie mooi, Rock. Wat zijn jullie mooi. Kijk, zelfde bril. Wauw. Zelfde als papa, hè, Rock? We zijn gezellig hier. Rock, wat doe jij nou? Oh, hij zit zijn broek aan het optrekken. Wil jij hem helpen? Oh. Mama heeft een heel kerstdorp gemaakt. Hoe schattig. De kindjes vinden dit dus echt geweldig. En daar is een open haard, hè, Rocket? Wat auw het doet. Auw, auw, auw. Auw, auw. En dan hebben we hier de mooie kerstboom. Met de tafel. Uit. Ja, Mickey staat uit, hè? En Rocket heeft een heel schattig pakje aan, hè, Rock? Een vogel. Een vogel. TV staat uit. En daar heeft mama nog meer kersttafelen. Hoe leuk. Ik moet nog even make-up afmaken, maar ik heb een heel beeldig rood jurkje aan. Specially for Christmas. En ik heb deze mooie oorbellen gekregen van Mike voor kerst. En ik heb die had er al gekregen. Lilo! In een Valerie Ruffel topje. Mooi, hè? Ja, mooie strik. Belly ook mooi in het rood. Zijn jullie niet met z'n drieën? Nee, nog vier, sorry. Waar is Lima? Oh, daar. Lima. Met de speen. De drie musketeers. Hallo. Oh, het is meteen feest. Woehoe. Nou, we hebben het wel, maar ze willen natuurlijk knekworsten. Nou, hoe lekker is dat? En ik zei het al, het is een nummer 1 stikgevaar voor kindjes, dus ik ben helemaal paranoia. Ja, laten we het. Ja. Lekker, hè? Gewoon een beetje lekker gemaakt. Een papa? Papa, en wie ben ik? Sjoe. En wie hoort er bij mij? Jij. Jij. En wie ben jij? Livia. En dan heb ik hier Belly. Ah. What's going on? Oh, hij wil dansen, mam. Hoe hebben wij dit jaar onze kerst gevierd? Met schoonfamilie, familie? Tell us. Ja, goeie. Ik ben er nog moe van. Nee, ik had kerstavond met mijn schoonfamilie. En de eerste kerstdag met mijn schoonfamilie. En dan de tweede kerstdag met onze familie. Ja. En daarna hebben we echt nog een week lang elke avond met elkaar gegeten of zo. Ja, alle restjes. Wij doen eigenlijk altijd restjes. Ja, daarna hebben we nog met de andere kant van mijn moeders vrienden nog gevierd. Dus kerst is voor ons eigenlijk nooit 3 dagen. Het is eigenlijk altijd wel 5 of 6 dagen. Ja, meestal kan niet iedereen. Iedereen heeft het ook te maken met schoonfamilie. Maar je natuurlijk helemaal op andere dagen. Dus het is een beetje lastig plannen omdat iedereen kan. Maar ik was kerstavond gezellig naar een hotel. Egmond Anjou.
Yes, en Livia vond het helemaal geweldig. Je hebt daar een soort kleine monkey town, speelparadijs, zwembad, bowlingbaan. Nou, Livia, er geluk kon niet op. Oh, en een lopend buffet, dus we konden alleen maar ijs eten en slagroom. Oh. Heb je dat ook gefilmd? Nee. Oh, ik heb wel gefilmd hoe ze eruit zag. Ze had een leuk vindingjurkje aan. Die heb ik echt wel 2 jaar geleden gekregen. Van Beurt, hè? Van Romy. En die past gewoon nog steeds voor 12 maanden, maar past nog steeds. Maar ik kom misschien omdat die wijd loopt. Ja, dus die staat echt beeldig. Ik heb het strikje van de Zara voor alle vragen in de haar. Het is echt zo'n mooie fluwelige kerststrik. Mm. En Lima had natuurlijk ook een vindingjurkje. Het is zo schattig met die kleintjes. Ja, maar die had ik later even snel makkelijk omgekleed. Want ja, dat is toch niet lekker als de hele dag in zo'n strak jurkje moet zitten zo mee. Nee. Ja, en wij met kerst, ik ben dus echt altijd een week al bezig met outfits. Romee echt niet. Ik zei de dag voor kerst, Romee, wat ga jij aandoen? Wat gaat Bel aandoen? Wat? Dus daar ben ik echt niet mee bezig. Maar Bel had beeldengroot setje aan. Dus nou, dan had ze wel even over nagedacht. Ja, alleen op zichzelf zei ze niet. En ik was dus echt al maanden aan het zoeken voor een leuk pakje voor Rob. Kon het bij de Sarah niet vinden, kon het nergens vinden. Toen heb ik gevind het. En toen heb ik een heel leuk tuxedootje. Oh, ik heb hem niet opgehaald. Sorry. Ja, sorry. Ah, nou, ik had dus ook een heel leuk pakje voor Livia besteld van Gucci. En van Rocco dus ook een Gucci Vinted pakje. Een tuxedootje, nou, dat blazertje, dat broekje. Ja, het is echt zelfs met satijnen randjes en een, shit, hoe noem je dat? Wat in je... Nee, dat is dit. Een pochette? Wat in je zak zit? Oh ja, volgens mij wel. Nou, zelfs dat zat erin, nou. En ik had zijn haartjes hetzelfde als Mike gedaan. En dan hadden ze allebei een bril op gedaan, nou. Ja, dat is echt enig voor kindjes. Ja, ik koop eigenlijk alles wat ik eerst wil kopen, origineel op een website. Check eerst even op Vinted. Ja, het ben je veel voordeliger uit, want het groeit er wel uit. En het is echt zonde alles. Ja, dus voor kindjes koop ik echt veel op Vinted. Ja. Dus het pakje van Rock was van Gucci. En ik zelf had een heel mooi jurkje in het dorp gevonden. Van Elisabeth en Franchie bij Harts. Ja. Waar ook best wel veel kommetjes op gekomen. Dus dan weten jullie dat meteen. Mijn outfit was van Zara. De dress met, ja, als model was het? Irina Shayk. Ja, de nieuwste collectie of zo. Ja, dat was echt heel mooi, ook moet ik zeggen. Ja, stond mooi. En Livia had vallen die ruffel aan. Ja. Een petticoatje van de Zara, die had ik bewaard. Gelukkig van de sample sale. Het stond zo schattig. Ik had hem helaas niet nog in maat 2 gevonden voor Lima. Dus Lima had gewoon wat makkelijks aan. Ja, nee, het stond echt beeldig. Oh, Lima had Marie Ruffel aan, trouwens. Ja, ja, met een hele mooie haarband. Ja, met een hele mooie haarband. Niet hetzelfde, maar wel de Marie Ruffel. Wel in de ruffels waren ze allebei. Ja, dus dat was echt enig. Ja. En ik moet zeggen, qua kerst hebben we niet zo, wel cadeaus gedaan, maar meer voor de kids. Het is nu eigenlijk meer voor de kids. Ja, we hebben al gewoon een loodje getrokken. Ieder heeft een persoon gedaan. En ja, voornamelijk met kids, als je kids hebt, dan kan je gewoon heel snel eten. En normaal gesproken vlog je echt het voorgerecht, hoofdgerecht, nagerecht. Nu ben je alleen maar aan het zorgen dat kinderen eten van tafel. En dan hebben we ook nog eens 4 tegelijkertijd op een avond. Dus het is hectisch. Ja, het is wel hilarisch. Maar het is wel heel grappig. Als je dan 2 jaar geleden bedacht hoe rustig we zaten. En ja, nu... Dus geniet er nog van. Als je gewoon lekker gewoon je dingetje kan doen met kerst. Tip. Nee, maar wij, ik was sowieso deze kerst weer mega emo. Dus ik was echt heel blij dat ik niet zo... Ja, was je emo? Nou ja. Oh. Vond je niet? Nee. Ik vond het mega bijzonder dat we met z'n allen samen zijn. Iedereen aan de kersttafel, iedereen nog is. Ja, je hoort zoveel nare verhalen om je heen. Ja, dat was gewoon wel echt mijn grootste kerstcadeau. Dus ja, ik vond het heel fijn deze kerst dat we weer met z'n allen konden vieren. Ja. Dus het was eigenlijk heel eens, leuk. Eens. En heb je nog mooie cadeaus gekregen? Ik had deze prachtige ketting al van Mike gekregen. En ik heb er matchende oorbellen bij, want ik ook in de vlog had zien, die heb ik nu niet in. Oeps! Dus daar ben ik echt heel blij mee. Ja, en ik kreeg van Karat. Ik had er geen haast mee, ze wilde het opsturen, maar ik ben het vergeten. Heel stom. Oh. Al initiale LL'tjes van mijn beide meisjes gekregen. En voor Mike had ik de hele Jacquemus set al vorige maand gegeven, want hij wilde hem eigenlijk al aan. Waar heel veel mensen heel veel positief over waren. Ja, dat was echt hilarisch. Ja, maar ik begrijp het. Aan de ene kant begrijp ik het, want mensen denken je bent niet goed. Waarom? Nadat je zo'n baklava op je hoofd doet. Baklava. Maar voor mij is dat heel normaal voor jou. Maar ik begrijp dat mensen denken nou van, ja, die scoren niet. Ik denk, waar maak je je druk om? Ze maakt zich niet, maar ze begrijpt het niet. Ik zat zelfs op de AD, hè? Ja, weet ik. Maar goed, hè? Trendsetters en je hebt trendvolgers. Ik denk dat ik volgend jaar iedereen met zo'n baklava zie. Het is wel lekker warm. Je hoeft je haar niet te doen of je make-up. Nou, het is heerlijk. Ik heb mezelf ook hartstikke vaak op. Ja. Maar laat elkaar gewoon lekker. Als je het gewoon niet leuk vindt, reageer dan niet. Ja, oké, okay, maar niet. Ik begrijp het wel. Nee, ik begrijp het helemaal niet. Het is niet een muts of zo. Het is gewoon helemaal bedekt. Mensen nou, denken... en het is toch hartstikke mooi? Ja, maar mensen zijn het niet gewend. Dus nee, maar ja. That's how we are. Different. Yeah, I'm different. I'm different. Yeah, maar ik begrijp de commotie. I'm different. Nee, ik niet. Nou, waarom wel? Ik doe gewoon lekker wat wij willen. Dat zeg ik ook helemaal niet, maar ik begrijp de commotie. Nee, ik niet. Het is niet normaal. Nee, het is wel normaal. Voor hun is het niet normaal. Het is niet voor normaal. Ons is het normaal. Het is niet allemaal. Het is wel normaal. Niet waar. Wel waar. Wie heeft nog meer allemaal baklava op dan met kerst? Het was toch niet met kerst, het was gewoon voor de kerstfoto. Ja, maar wie doet dat dan meer dan? Ik heb geen idee, maar nee, niet uit wie het nog meer doet. Iedereen doet dat. Wij zijn gewoon niet, wij zijn abnormaal. Ja, maar je zegt dat het heel normaal is. Voor ons is het heel normaal, ja. Vind jullie wel. Ik vind het gewoon heel normaal. Ik heb gewoon een hele artistieke vriend. Ja. Ja.
Next. Oké, okay, onze voornemens voor 2023. Nee, vraag. Ik heb een vraag. Oh, vraag dan. Ja. Hoe mijn taart is geworden, die heb ik helemaal niet meer gezien. Welke taart? Pavlova. Had ik helemaal meegenomen in de vlog. Ja. Die heb ik echt, we moesten 3 uur in de koelkast en dan weer in de oven en alleen maar laten rusten en lenden. En ik had lekker fruit gekocht en slagroom en pakketjesroom. En uiteindelijk was ik zelf voor het nagerecht naar huis, want mijn meisje moest slapen. En mama wist niet dat ik fruit en alles in de koelkast had gelegd. Dus die heeft gewoon het merengue gewoon gebroken en bij een taartje neergelegd. Ik heb de dag erna ook nog heerlijk gegeten. Dus nee, het was niet de uitkomst hoe we dachten, maar ik ga hem weer met auto nieuw maken. Ik vond hem heer... Oh, maar dan ben ik er niet. Oké, onze voornemens. Oh, ik vraag ook wie is beter in koken of bakken. Nou ja. Wie ze beter koken, dat is niet, dat is dan even een question. Ik weet niet of jullie het zien, maar dit... Oh, wacht. Nee, het is... Hè? Wacht. Dit zo, hier, is een litteken. Laatste keer kleintje. Van de laatste keer dat ik echt mijn best heb gedaan. Ik kan beter koken, nou dan ben ik het sowieso. Nou, sowieso. Maar dat is niet zo moeilijk. Sowieso, iedereen. Mama, Romee, iedereen in Marie, en dan... Ik sta ergens hier. Nou, eerst weer daar. Maar goed, ik doe het wel. Ik bedoel, ik doe het wel. Maar ik doe het niet met liefde. Nee, ik vind het gewoon vreselijk. Ik vind ook, ik doe het wel. Maar ik vind taart leuk om te maken. Maar de rest echt vind ik vreselijk ook. Nee, ja, ik doe het gewoon. Ja, ik doe het gewoon met liefde. En dan proef je gewoon. It's not made with love. Nee, it's not made with love. Dus als ik bij mama kom. Ja, het is waanzinnig op bij Romee. Oké, girls. Dit is dus de nieuwste collectie. En dan meteen een beetje een sneak peek van our office. We gaan wat setjes voor jullie aandoen. Van wat hier hangt. Oké, voor our office. De tafel is van Solid Nature. Die is dus echt gewoon waanzinnig, vinden wij. De stoelen zijn van Bouclée, van Eigot. Dan hebben wij bouwkousen van Jasmijn Bloembinders. Daar de lamp, die kennen jullie inmiddels. Maar ik zal het nog even een tekje doen van Flamand bij Laura. Die is ook echt waanzinnig. Nou, dat is een heel onbekend meisje. Ik heb geen idee waar jij vandaan komt. De bank is van Next Exclusive. Van Rosa Gitanje. Nou ja, het is echt gewoon een geweldige set. Dus je zal zeker bij hem kijken, want hij heeft heel veel mooie kleuren hiervan. Dus best lastig te verkrijgen. Nou, de mooie palmen. Dat zijn ook van Jasmijn Bloembinders. Dus dit is eigenlijk ons plekje waar we eigenlijk qua meeting zitten. Waar we even alles bespreken. En ik en Marie gaan nu vandaag met Lima even wat setjes aandoen, zodat jullie kunnen zien, hè? Ja, liefje. Jij hebt die bank ook heerlijk liggen, hè? Oh, en voor de vraag, het kleed is van Layered. Die is ook echt waanzinnig erbij. Oh. En dit is eigenlijk ons chill plekje, ook met de kids. Hier zijn we eigenlijk altijd bezig met mailtjes, telefoontjes. Oh, hey. En de voorkant van het kantoor kan ik jullie nog niet laten zien, want daar is allemaal een nieuwe collectie. Wat jullie nog niet hebben laten zien, dus dat laten we de volgende keer zien. Dan hangen we het even weer om. Hé, Lima? Hi. Hi. Hi, liefje. I love you. I love you. Oké, ik ga eventjes de favorites van mij laten zien momenteel. Dat is de Technical Dress Girls. Daar ben ik echt verliefd op. Die ga ik even voor je aanpassen. En ik moet even uitleggen, deze print hebben we helemaal zelf. Ja, die hebben we helemaal zelf technisch gemaakt. De zwarte vlek zit precies bij de buik. Het is echt helemaal goed over nagedacht. Dus het is helemaal wauw. Het is helemaal wauw. Dan hebben we de Kylie Dress. En vervolgens op de Sarah Dress en Coco Dress. Het is een los bolerootje. En een losse jurk. Maar het gaat wel echt als een set wordt verkocht. Dus je kan hem eventueel losdragen. Ik ga het zo voor jullie aandoen. En dit button setje is één van mijn favorite. En die kan je dus ook helemaal stylen. En dat ga ik jullie nu laten zien. Ja. Dus Sjoerd gaat ze even allemaal aandoen. Ik geef even tussendoor even Lima een flesje. En hier zit de bangere. Hi. En Sjoerd en ik kunnen alleen even dit gedeelte van onze showroom laten zien. Aangezien de andere helft vol met nieuwe collectie hangt alweer van de winter. Dus het is niet echt een volledige office tour. Maar je hebt wel een beetje een idee waar we dan werken en wat we doen. Bezig bijtje. En ik draag ook de Rocky Pants. Ja, Sjoerd draagt de Rocky Pants. En wij zijn hier ook begonnen, als jullie deze vlog zien, met 5% korting op de Winter Collection, hè? Ja! Oh, ik ga een flesje maken. Ik kom een flesje maken. Ja! Oké, Sjoerd heeft nu haar allereerste set aan, wat haar favorite is, de button set. De button set. Het einde, wat ik dus heel leuk vind aan deze set, is je kan hem natuurlijk dicht dragen, zoals ik hem nu aan heb. Ja. Alleen hoe ik hem zelf leuk vind, is eigenlijk om hier een beetje open te doen. En dan trek ik hem wat meer naar beneden, dat het meer over je hand valt. Je kan er dus echt heel erg leuk mee spelen. En de knoopjes aan de onderkant. Kan je hem even wat sexier maken. Dan is hij wat sexier en dan kan je natuurlijk ook wat een beetje draaien. Maar dit vind ik dan gewoon een heel heerlijk setje. En we krijgen heel vaak de vraag, wat voor onderbroeken doe je er onder aan? Nou, ik heb hier gewoon... Echt een stenen ja. B
beetje een vervallen onderbroek, maar goed. En stenen, groene onderbroek aan. Maar de tip van Flip, of eigenlijk de tip van Jules, is gewoon die huidige maat te kopen. Ja. Ik was ook echt makkelijk de XXS of de XS. Maar de S staat wel gewoon het mooiste. Het mooiste op maat. Dus dit is setje 1. En wat ik ook heel mooi vind, is de embroidery. Ja, die hebben we hier staat staan. Hier. En op alle knopen zit ook reiners toon op toon. Het gaat echt om de detailtjes wat wij altijd doen. Waar misschien niet iedereen over na denkt. En wij krijgen dit ook nog in de kleur zwart. We hebben alleen zwart en crème, echt in de basiskleuren. Dus je draagt gewoon een huidige maat S. En het valt gewoon op maat. En dit komt dus in februari in de winkels, Wils. Nu gaat ze naar de volgende favorite. Volgende favorite. Woep woep. Oké, okay, ik heb alvast de Kylie dress aangetrokken, Wils. Dit is dus een van mijn favorites. Ik heb nu gewoon de jurk als jurk aan, zonder het bolerootje. En het heeft een hele mooie V hier. Met een mooi patroontje. En ik draag hem nu lang. En je kan hem eigenlijk kort dragen door hem naar boven te slaan. En dan weer naar beneden. En dan is het een korte jurk. En daar ga ik jullie nu laten zien. Ik heb hem eigenlijk nu naar boven gevouwen. En dan weer helemaal naar onder geslagen. En dan krijg je hem kort. Je kan natuurlijk ook helemaal rullen naar boven. Maar dat vind ik iets minder mooi. Ik vind dit dan mooier. Dus zo is de jurk. Het is een short dress, de same dress. En ik ga nu het bolerootje voor jullie erbij aandoen. Ik heb nu het bolerootje eroverheen aangetrokken. Dat is, voor Marie is dit perfect, want Marie houdt nooit zo van inkijk. Dus die dragen het dan iets meer dicht. Ik hou wel van inkijk, dus doe dan iets meer de jurk naar beneden voor meer décolleté. Het leuke is, ik draag het natuurlijk nu op maat S. Maar we krijgen ook binnenkort voor onze webshop curvesmodellen. Dus dan kan je het ook zien bij een iets ander lichaamstype. En dit zijn ook heerlijke jurken voor pregnant ladies. Ik ben niet meer zwanger, maar anders zal ik dit eindeloos dragen. En we hebben het in kleuren oranje, blauw, petrol, roze, crème, zwart. So I live in this dress. Dit is echt een van mijn favorites. En wat je hoort is Marie hier die de fles geeft. En Lima. En normaal gesproken maken we hier dan ook storytjes en dan verhullen we alles en dan zie je echt alleen mij. Dus het is een beetje backstage at the Reiners office. Oké, okay, dit is dus ook echt een waanzinnige jurk, vind ik en Marie. Deze hebben we in deze kleur en we krijgen hem ook nog in een hele felle kleur. In de vorige vlog heeft Marie die aan. Het heeft hele mooie splitjes aan de zijkant. En je kan het zowel zoals ik nu met mijn foompjes dragen of gewoon heel chic met een hakje. En er staat er staat Reiners geborduurd bij de neklijn. Nou ja, dit is echt ook zo'n leefjurk. I really love it. It's very pretty. Dus dit zijn mijn favorites van de collectie. Marie haar favorites gaan we de volgende keer dan aan jullie laten zien. Ik moet ook nu heel snel boodschapjes doen voor oud en nieuw. En nog een blouse ruilen en nog outfitjes halen en nog voor Rocket boodschapjes doen. Dus dit was onze office morning. Oké, okay, ik ga een oud en nieuw feestje geven samen met Mike. Dit is nu een beetje een rotzooi hier door de kids en de was. Dat ga ik nu eerst even allemaal opruimen en dan neem ik jullie even mee in de oud en nieuw madness. We hebben ons hele appartement verplaatst en verbouwd. We hebben onze bank nu hier neergezet. En onze bank stond eerst hier, maar dit gedeelte is dan helemaal vrij voor oud en nieuw, dat je zeg maar goed naar buiten kan kijken. Deze gaan we nog even verschuiven. We hebben dit hier ook vrijgemaakt, zodat je eigenlijk het hele mooie uitzicht hebt van al het vuurwerk. En dan komt hier een hele sushi tafel. Dus onze olingstafel hebben we ook in de hoek gezet, zodat je vanaf hier helemaal het uitzicht hebt van het vuurwerk. Deze gaan we nog even verplaatsen, want Chantal komt straks van Hippie Puree. En hier wil ik dan een hele ballonnenboog. Er komt als het goed is een loper in de hal. Kijk, ik heb alles een beetje weggehaald, want de eettafelstoelen staan hier. Even kijken als de stofzuiger. Hier komt denk ik een loper, zo. En dan gaan we zo in de woonkamer. En alleen die deur ga ik open doen, want anders gaat die slagboom schuifpijn het open en dan gaat het stuk. Dus ik ben hier de laatste dingetjes aan het voorbereiden. Chantal komt zo en dan gaan we aan de slag. Ik zal vast aan het meehelpen. Met de loper. Hier, hou maar vast. Hou maar vast. Oh. Oh. Dus dit is de before. Ja, denk niet aan al de kinderen. Ballonnen staan van Hippie Puree. Rocket. En Rocket vindt het heel lastig om ze met rust te laten. Alleen maar aaien en kijken. Ja, aaien en kijken. Het zijn een soort van spiegelballonnen, dus hij vindt het helemaal geweldig. Wat? Mike heeft met Nijs bij de Sligro om goedkoper uit te komen. Nou, hij heeft alleen maar kaviaar gehaald, Moët Chardon en nog heel veel meer. Ik heb eigenlijk de ballonnen eventjes weggezet. Even netjes daar, voordat het stuk gaat met die kleine daredevil van ons. Voor de rest heeft Mike net allemaal boodschapjes gedaan met zijn beste vriend, Nijs. Die gaat morgen koken. Het is hier nog een beetje troepje, want we moeten alles nog een beetje opruimen. En we hebben Moët voor de poppen. Vooruitblik van 2023. Als je nou 2-0 doet, dan doe ik 2-3.
2023. Wat zijn onze voornemens voor Reinders en hebben we ook nog andere gave plannen? Nou, er komt wel een heel gaaf plan uit buiten Reinders op, maar voor Reinders zelf, hebben we voor echt de collectie, heel veel gave nieuwe leuke doen we weer wat wij zelf heel erg leuk vinden. We snapten de klanten natuurlijk en onszelf. Ja. We hebben heel stevig gespeeld tijdens de coronaperiode, want ja, wie gaat er een latexlook maken tijdens corona? Niemand. Of tasjes en of sieraden of noem alles maar op. Nou ja, niemand. Wij deden het in ieder geval niet. Vonden we een beetje risky, maar nu? All in. We go all out. We hebben zoveel leuke dingen. Volgend jaar worden zulke leuke collecties. Ik denk ook echt dat jullie helemaal wat worden. Het is de mooiste collectie ever. We hebben ook echt een liefde, zaligheid, alles erin gestopt. Ja. Want wij willen gewoon na corona weer echt helemaal ons eigen ding. Natuurlijk hebben we ons eigen ding gedaan, maar niet meer zo commercieel. We doen gewoon nu wat we zelf gewoon heel mooi vinden. Heel nou, mooi we hadden natuurlijk heel veel jogging, maar ja, was dat was natuurlijk het enige wat werd verkocht werd in coronatijd. Je ging niet de kerstcollectie of hakken of een mooie gala jurk. Koop je allemaal niet. Maar pyjamaatje komt terug. Sieraden. We hebben echt de mooiste tassen. Tasjes. Accessoires. Schoenen. Ja, sokken. Echt sokken. Nou, echt eigenlijk van top tot teen meer. Ja, echt jassen. Moet echt heel jassen. Gaaf. Dus onze voornemens voor Reinders. Heel veel nieuwe collectie droppen. We gaan weer een gave modefabriek geven. Modeshows. Echt buitenlandse tripjes. Hopelijk weer dit jaar in de planning. En wat buiten Reinders om is, waar we heel lang allemaal mee bezig zijn. Ik denk anderhalf jaar. Gaan wij met ons verjaardag lanceren in 2023. Ja. Het is niet iets voor Reinders. Het is iets heel anders. Een heel ander concept. Dus maar wel, we doen dan met z'n tweeën. We zijn ook het gezicht van. En het is amazing. Nou ja, jij bent er heilig van overtuigd. En ik ook hoor. Maar ik vind het wel heel spannend. Nee, ik niet. En verder, dat is dan business-wise, family-wise. Nou, Marie die gaat niet nog een kind eruit poppen, denk ik. Volgend jaar, I'm not pregnant, jongens. Nee. Not yet. En ik ben ook niet zwanger, want ik kreeg ook heel veel die comments eronder. Ik snap dat jullie het vragen natuurlijk, maar het is ook wel een beetje brutaal. Nou, het is ook niet allemaal, het gaat ook niet allemaal van 1, 2, 3. Nee, maar goed, het is ook niet mijn goal om volgend jaar nog zwanger te zijn, te worden. Nee. Ik wil eerst naar LA voor mijn werk. Ik wil heel graag naar China. Ik wil eigenlijk heel veel tripjes maken. En Rocket is eigenlijk best kwantiteit. Wel een hele makkelijke baby, peuter, kleuter. Peuter. Dus ik denk dat ik er nog even goed van ga nemen en dan weer... Helemaal, want hij nog niet naar school moet nu. Ja. Dus nu moet je ervan pakken. Pakken kan. Dus, ons voornemens is heel veel leuks. We horen ook graag wat jullie goede voornemens zijn voor 2023. Voor oud en nieuw, ja. Wij wonen dus in een nieuw appartement, ik en Mike. En toen stond Duif, onze nicht Vree, op het balkon. En die zei, oh mijn god, oud en nieuw zou hier echt gek zijn. Omdat je dan de hele skyline van Zandvoort ziet. En toen zei ik, oh, dat is op zich best wel een heel goed idee. Nou, ja. Toen Vree uitgenodigd, haar mama uitgenodigd, mijn ouders uitgenodigd, Lucia Rafiek uitgenodigd, Tris en Max uitgenodigd. Eigenlijk werd het om uit Muurland. Tanja Jet uitgenodigd. Het is een hele familiecomité, Lor en Jan. Een hele familiecomité geworden, plus friends dan. Dus we zijn met z'n 24'en en ons hele appartement is crème, zoals jullie weten. Dus ik zweep me nu al de pintjes. Maar je hebt dan aan de vrouw gezegd dat ze geen naaldhakken aan mogen. Wat is dat? Ik ken een schok van jou. Ja, ik heb tegen de vrouw gezegd geen naaldhakken en voor de rest, ik laat los. Ja. Ik ga mijn hele huis verbouwen, dat zien jullie ook. Hippie-related weer de styling. Je ziet niet helemaal de styling of het feestje zelf. Dat gaan jullie in een andere week nog zien, maar wel voorbereidingen. Oh, en je outfit. Hi, heb je mij zo gemist? Maar Lima is zo groot. Kijk nou. Lima is gewoon een half jaar, hè? Ja, ze is gewoon al een half jaar op de wereld. Een half jaar. Zij wordt volgend jaar 1. Ja. Dat zijn allemaal hoogtepunten. Rock wordt 2, Bel wordt 2. Mama wordt... Oh, dat mag ik niet zeggen. Mama wordt een hele speciale leeftijd. Hè? Ja! Dus, en we gaan jullie ook nog in deze vlog nemen met de setjes die we aandoen in ons kantoor. Van een nieuwe zomercollectie, een beetje van een nieuwe sneak peeks die we al hebben gepost, een beetje close-ups. Dus de meeste collectie komt gewoon in januari, februari binnen. Krijgen we heel veel vragen over. En onze special collectie komt in maart, april. De crochet. Ja. Hangt. Dus we gaan jullie meenemen. Hopelijk vonden jullie het een leuke vlog. Ja. En voor onze nieuwste editor stuur ons alsjeblieft een mailtje nog. Want na deze vlog hebben we dus geen editor. Zo, help ons uit! Help ons uit! Oh, kijk, Lima kijkt hier echt. Wat de fuck ben jij aan het doen? Oké, nou. Love. Reinders. Kan je ook een kusje? Geef mij een kus. Hey. Geef mij.